Yo, ik ben Dennis, ik ben Denniske en welkom bij een nieuwe episode van Until Dawn. En de laatste episode, waarschijnlijk van gisteren, daarbij was ik geëindigd op een echte cliffhanger. Het spijt me dat ik dat heb moeten doen, maar het leek me gewoon het perfecte moment om de episode te stoppen. Dus sorry, we gaan in ieder geval vandaag verder waar we gisteren geëindigd zijn, dus let's go. En we hadden een hertje gevonden. Yo, ik zal mijn geluid ervan zetten. It's horrible. Wat is er met hem gebeurd? I don't think he's gonna make it. Op zo'n moment, dan moet je eigenlijk nadenken, hoe komt hij aan die wond? Hey buddy. God, the poor thing. It's okay. It's okay. Want zo'n groot beest. Dat moet van een fucking beer zijn of zo. Hij lijkt een klauw, is hij dat? Okay buddy, it'll be over soon. Holy shit. Oh my god, what the hell was that? Ik denk een beer. Oh, spring! Spring! Yeah. It's a bear. It's gotta be a bear. Daar lijkt mij ook. Dat gaat fout. Dat gaat sowieso fout. Kom! Is het gelukt? Op tijd? Jump! Oké, dat gaat fout. Dat gaat zo fout. Dan vallen we zeker achterover. Oh nee. Je moet zo goed oppassen bij deze game. Omdat je dus die quicktime events ooit krijgt. Help! Come on, we gotta go! I am! Mike, get the key, get it open! Oh my god! Wat was dat? Wat een begin van deze episode! Welkom bij Until Dawn! I don't under control. Whole time. Oh, bullshit. What the fuck was dat? 100%, 110. Oh, ik krijg er rillingen van. Crap, I feel like I just ran a marathon. I think we kind of did. Oké, zo'n moment van te vallen, weet je wel. Van, what? Things are crazy fast. Ik zet mijn geld in op een beer, maar... Hey, things are not gonna come barging in, I promise. How can you be sure? Because I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors. Die twee gaan als eerste waarschijnlijk dood. Of in ieder geval, eerstvolgende. Met z'n tweeën in een cabin in the middle of nowhere. This isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is going to open that cabin door. I guess you're right. Heeft hij hem op slot gedaan? Okay. Is er misschien iemand binnen? I'm almost feeling relaxed again. Almost. Niet het raam kijken. We hebben geen stroom. Huh. Typical. Oh my god. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's a bit drafty or something, right? Well, there is a fireplace. Hey, oh no. We don't need a fire to heat things up. Michael, I am a lady, and a lady needs a proper romantic setting. Okay. Bitch, please! A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right, it'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Ik heb al een vermoeden hoe het gaat gebeuren. Ik weet niet of het waar is, want ik heb het spel niet gespeeld. Maar Eden en ik zeiden toen dat ik de kachel aansteken. Iemand duwt boven de kachel vol, waardoor het vuur naar beneden slaat. En dan doen ze de deuren dicht of zo van buiten, dat ze niet meer eruit kunnen en dan verbranden ze. Dat is wat ik verwacht, want we hebben een keer een vooruitzicht gezien waarbij iemand verbrandde. In episode 1 was dat. Dus dat denk ik. Of het gaat gebeuren weet ik niet. Maar wie weet. This will lighten up the mood a little. Oh, nou. Dat is makkelijk. Oh! Ow! Hey, what, are you okay? What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. But it's probably faulty wiring. Heb ik het weer gedaan? Zal het niet zijn. Oh, dat is is dat Hannah of wie is het ook? Tennisbaan. Oké, zij is Hannah. Dus zij was diegene die in episode 1 voor de gek gehouden werd. Ik haalde ze heel door elkaar. Er zijn twee zussen. En eentje die werd een beetje voor lul gezet. En toen renden ze weg. Unless you want to make out with an ice sculpture, I suggest you get a fire going. Pronto. Rustig, rustig, rustig. Alles op zijn tijd. Waarom ligt die fucking bier op het toilet? Get off, get off, Ik had zo'n vermoeden. Ik denk het is te obvious als er iets achter zit. What do you think was in there, Mike? Come on. Even dat we schaduw zouden zien. Ik weet, ik verwacht telkens dat er iemand achter je staat. Ik kan het zeggen. Is dat Kama Sutra? Yep, dat is Kama Sutra. Nou, kan ik ook nog bladeren? No? Oké, dat is jammer. Bewerkt door Tom Heaton. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah! Wow. Moet wel oppassen, dit moet nog op YouTube! I'm ready for such advanced levels of gameplay. Wauw. Volgende bladzijde. Terug. Nee, ik wil verder. Meer! Er zijn niet meer bladzijden, ik kan niet meer zien. Ja, hé, ik ga het niet voorlezen. Mag je lekker zelf lezen, zeg maar mooi op pauze. Is er mensen die zo de kachel aan doen? Ik denk dat het tijd is om de kachel aan te doen. Ik ben continu zo benieuwd wat er gebeurt. Als ik bijvoorbeeld die andere route nam, wat was er dan gebeurd? De enige manier om erachter te komen is andere video's te kijken. Of overnieuw uitspelen. Nou, ik speel hem eerst zelf uit. Waar is dat? Wat is dit? Oh! Kom maar hier! Met je hertje. No, way cooler. Laat schrikken, laat zien. Niet laat schrikken. Ik schiet daar echt een keertje pronk dood. Huh? Huh? Hey, like me now. Oh my god. Why do guns make men go completely bonkers? Zit er wel ammo in, is de vraag. She'll never understand what we have together. Wat ligt daar rechts eigenlijk? Bij... Oh... Oh, waar? Overal zie ik dingen liggen. Ik wil niet gewoon eerst de kachel aansluiten. Dat is te obvious. Hier hebben we iets. Native Americans. Myths and legends. Oké. Wat staat daarin? Oh, daar gaat over die beer. Okay. Oh, aanwijzingen. A vision or dream of the future. A ward or spell protecting against evil spirits. Die hadden wij gezien, dat dingetje onder. Die doodshoofdding. Indiaanse jagers communiceerden met andere leden van de stam door symbolen en tekens op bomen en wanden achter te laten. Veel symbolen waren religieus of mystiek van aard. Andere symbolen waarschuwden voor gevaar, boden bescherming of gaven aanwijzingen voor goede jachtgebieden. De meeste symbolen waren zo specifiek dat alleen leden van een bepaalde stam ze konden ontcijferen. Hierna volgen enkele symbolen die door Noord-Amerikaanse en Canadese stammen werden gebruikt. Afbeelding, jagersymbool, goed jachtgebied. Dat staat ding links dan. Het tweede is een vlindersymbool, een visioen of droom van de toekomst, die kennen wij. En het derde is een doodshoofdsymbool, een bezwering of spreuk tegen kwade geesten. Oké. Leuk. Weer wat geleerd. Kijk eens. Ik ga nog naar één ding kijken en dat is daar. Want dat zijn de aan... Gaat ze nou janken? Oh, ze is zijn telefoon kwijt zeker. Shit. Fuck, Mike. What? Oh, crap. What? Where is it? What? What's wrong? Gone. It is gone. Okay. Telefoon. Telefoon. Sowieso de telefoon. My freaking phone, Sherlock. Can you find it? Crap, no. Wij dat ze naar buiten gaat. I must have dropped it outside. Oh. Shit. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Okay. Well. Als je ouders je niet vermoorden, dan is wel iemand anders buiten. It's gotta be outside. Yeah, I don't think we want to go out there right now with the bear or whatever it is. Fine. Oh, nou, dat ging makkelijk. Hier lag iets. Waar? Wat is dat? Oh, dat is... Oké, lucifers. Hoe zit het nog in? Lucky, lucky. Who's gonna fire up some lucky? Lucky, lucky! You've been dying to use that line since we got here, haven't you? Oh, dit is licht. Nee, we gaan de kachel aan doen. God, doe wat ik wil, irritant ding! Doe wat ik wil. Ik zweer het je. Hier. omhoog en draai. Ah, oh, laat maar. Is dat de keer? Laat maar. Niks echt. Echt alles moet je zelf doen. Oh, ik heb echt de idee dat er iets in ligt. Man 1, fire 0. Very nice. Bravo. Bravo. All right, my lady. What comes next? I think... Well, I wish we had some boobs. Well, if I'd have known that ahead of time. I don't know, I'm not feeling it yet. Al die moeite voor niks. Wat is er? Am I doing something wrong? No. Pas op wat je zegt. Pas op wat je zegt. One way, but you're kind of another way. Does that make sense? It's not your fault. Jess, I really like you. Whoever you think I am, well, just give me a chance, and I will show you what you need. Well, I am liking your confidence. Mike, the shutters. God damn it! Close them, please? There's just no one out there. I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes, really. It's fine. I really don't like it. Okay, shutter it is. Ik zag hem net, serieus. Ik zag niemand bij de raam. Dan hadden we moeten kunnen zien vanuit dat filmpje, volgens mij. Nee. Niet dat, ik wil niet schrikken. No. Oh, nou, die helpen veel. God. Nou, een wereld van verschil. Voilà. Shutters are shutted. Now, where were we? I'm sorry. I think I'm a little freaked out and it's hard for me to, like, keep this up and... What? Keep what up? Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath... I gotta be honest, I'm really kind of insecure. Goh. Dus? Jess, you've got to be kidding me. What? You have nothing to be insecure about. Oh. Levensles hier, hè? Levensles. Sure I do. Waar kijkt ze naar? Ze kijkt naar boven, ze kijkt niet naar mij. All insecure. But you know how to handle yourself. You might call it a front, but it's real. Yeah, I guess I do. Gaat iets gebeuren, maar wat? And that's super fucking hot. En niet wat jij denkt, dat bedoel ik niet. Yeah, hell yeah it is. Come here. Maybe I know how to handle you too. Mm. I am definitely ready to be handled. Ik moet echt op elk moment fout gaan. Vlinder effect update. Er staat nog steeds iemand bij dat raam. What's gonna happen? What a timing. Mike? What is that? I don't know. Okay, well, go find out now, please. Ga jij? Ik blijf hier. Blijf bij elkaar op zo'n moment. Straf van geluid. Was die vogel net ook al? Oh nee. Dit is een fucking groot raam. Hey, de oh no. Uh-oh, waarschijnlijk is hij nou ontvoerd. Dit moment. It's your phone. What? Dat is how fucking is creepy. Phone? I don't know, it just came through the window. Oh, fuck's sake, god damn it. What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us, and just when we were getting down to business. Zij gaat zo te dood. Echt waar. Ik geef haar geen 5 minuten meer. Hey! Ik geef haar 2 minuten. Yeah, pricks! Vanaf nu. That means you! I know you're out there. The fuck are you trying to do? You want to ruin our fun that bad? Hij hoepelt alleen maar. Well, guess what? You can't. You can't ruin our good time because Michael and I are gonna fuck. That's right. We are going to have sex and it's gonna be hot. So enjoy it because I know we're going to. Give me a break. Give me a break. What? Dat was binnen 2 minuten. Dat was binnen 2 minuten. Dat sowieso. What the fuck? I don't know if I wish they were, if I wish they weren't. I guess we should find out. Nou, we houden niet veel mensen meer over, heb ik zo het idee. Josh looked really freaked out at the seance. Yeah, I mean, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we shouldn't have mentioned his sisters? I mean, it's why we came back up here. Yeah, but not to like... What? Have a seance. Waarom hangt uit als een masker? Ik denk, ik zie een gezicht. What the fuck? Holy crap. Are you okay? What? Dit is zo random, dit. Een knop. There was something behind the books. Een kelder. What is that? Is it a button? Why would there be a button? That's a good question. Should I push it? That's what buttons were for, I guess. Okay. Press the little button. Whoa, panel opens. Head explodes. Als je zo'n kamer hebt. If we are, I hope dan weet ik niet of je daar wel in moet gaan. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know this place is super old. So, should we take a look? Yeah, iemand heeft die boeken in die kast gezet. Iemand heeft de knop moeten zien. Gee, thanks. Oké. We gaan naar beneden. Oh god, camera. Dat is altijd fijn. Wat ligt daar? Foto van... Oh, dat is fucking creepy. Dat is fucking creepy. What? Wow, is this... What did you find? Draaibrief. I will take them and bleed them like pigs and... Wacht, ik kan net zo goed Nederlands. Ik ga ze grijpen en laten bloeden als zwijnen en ik scheur hun zachte en blanke huidjes van hun lijf af. 16 jaar, verdomme. 16 jaar heb ik gewacht op die schattige Hannah en Beth. Het is zo moeilijk om dat daar links te lezen. Ik kan net zo goed gewoon rechts lezen. Holy cow. Eerlijk. Eerlijkheid doet het langs. I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. We hebben één voordeel. Wij zijn nou bij dit huis en de dader, ik weet niet of er meerdere zijn. Ik denk dat er meerdere zijn, maar stel dat er eentje is. De dader die is bij de andere hutje. Oh, kunnen wij trouwens meer dan zien? Oh. Kan maar richting de camera. Nope. Oké. Dus ik al zei, de dader is bij die blokken. Zonder over na te denken. Ik loop gewoon toe. Helemaal niet gek zo. Niks mis mee. Waar gaan wij nou heen? Oh, maar dit is gewoon een normale kamer. Dit is geen... Oh, wow, weer een briefje. Brief. Wat is dat voor brief? Dat is een officiële brief. Best. Dr. Swafham. 8 november 2013. Afdeling afkomst en... Ik kan niet uitspreken. Etniciteit. Bedankt voor uw antwoord. Het is goed om te weten dat de stam zich nog verbonden voelt met het land hier. Ook al kampen we met een aantal vervelende problemen. Graffiti, mensen die slapen in de bijgebouwen. Dit is tenslotte de geboorteplaats van hun voorouders. Ik heb contact gehad met de met de nazaten van de stam. En ben van plan geld te doneren aan hun raad van ouderen. Het zal niet gemakkelijk zijn om de wonden van het verleden te helen. Maar ik vind dat, ik dit moet doen. Met vriendelijke groet, Melinda Washington. Oh, dat is de ouder. Een van die ouders. Op achterzijde. Zag die gekke vent weer. Donderdag om 20:15. Hangt rond bij de generatorschuurtje. Dat was ook die plek waar die camera's hingen. Ik ga vanaf nu alles bijhouden. Oké. Oké. Die mensen van wie dit huis is, hebben zelfs een eigen stempel. Dat zag je bovenaan. Best sick. Washington. Is dit zo'n lampje of? Ik ga nog niet naar buiten. Nope. Nope. We gaan even kijken of we hier iets kunnen vinden. So, oh. I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on Western style, you know? So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? Yep. There was a message on this answering machine I found, and it was from this sergeant saying that there was this guy who had just gotten out of prison and there was nothing he could do. What do you mean? He was saying it like a warning. Well, there was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. He said he wanted to take revenge by burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. You hear that? That was Josh. It's coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming! Hold on! Ashley! Ashley, what's going on? Let me in! Ashley! It is fucking random. It is fucking random. Ash? Zijn toch niet dood, hè? Ash! Holy fucking shit! Nou. Dat gaat wel heel snel, dit. Dit is pas begonnen, man. Hij ziet er wel smerrig uit, hoor. Holy shit. Maar nee, maar hoeveel mensen zijn er nou weer dood gegaan? Dit zijn die handschoenen van die gozer die telkens verhoord wordt, toch? In die verhoorkamer. What? Ingewanden, dat vond ik nasty. Clowns vond ik nasty. Spuiten vond ik nasty. Al datgene hangt hier. En spinnen. En water, dus misschien word ik daar nog eens onder water gedouwd om te verdrinken. Zeg het eens, jongen. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Nou, laat eens de foto's zien. Ik wil nog één keer die handschoenen zien, want ik heb echt idee. Well, this is an exercise. Dit is dat de gozer is. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Wie ik het meeste mag. Ik weet niet wie is. Welke is Sam? George, die weet ik wel. Maar die meiden lijken allemaal op elkaar. Welke was Sam? Fuck. Ik weet niet meer. Wow. Kan ik hier achterop zien wie Sam is? Sam. Nope. Er zit niks op. Ik heb geen idee wie Sam is, echt waar. Ik kies voor Josh. Next page. Die links, Emily was een bitch, dat weet ik zeker, dan Matt. Ik had dan eigenlijk Sam willen kiezen, heb ik spijt. Nou ja, whatever. Ik mocht die Chris in het begin helemaal niet, maar eigenlijk is hij best wel slim. Maar ik kies voor Ashley. Want hij deed het met die... met dat pakje de vorige keer, met die, die monnik shit. Ja, ze zijn al bij. Jessica is dom. Dus dan kies ik maar voor Mike, want zij is fucking stom. Zij kan sowieso niks. En ze is al dood, dus maakt het uit. Probably. Oh, zonder twijfel Sam. Die had ik in het begin ook moeten kiezen, Sam. Daar heb ik spijt van. Nee, whatever. Chris. Without a doubt. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Ik mag Emily niet. Ik zeg het, ik mag haar niet. Oké. A bit too bitchy for your taste. Wat is dat? Often the lack of confidence manifested. Waarschijnlijk is iedereen exact hetzelfde. Confidence. Think about that. Is that not just a little bit like? Oh. De tijd is op. Once again, I'm afraid we're out of time. Wat een vent. We praten snel weer verder. En waarschijnlijk wij ook, want ik denk dat ik hier toch de episode ga afsluiten. Want kijk, als het goed is nou weer een flashback, maar die clown is fucking random. Maar ik ga de episode afsluiten. Dus ik hoop allemaal dat jullie deze episode leuk vonden. Er is weer enorm veel gebeurd. Heel veel random dingen. Ik snap heel het verhaal echt niet meer. Dus je vliegt van de hak op het dak. En het is spannend. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eigenlijk afloopt en wie er eigenlijk achter zit. Want ik heb eigenlijk aan de ene kant het idee dat er iemand gewoon al die tijd achter zit die in het huis zat vanaf het begin af aan. Waarom weet ik niet, dat kan volgens mij niet eens. Maar toch heb ik dat idee. Die Matt, wacht even, die hebben we volgens mij niet meer gezien. Heet hij Matt? Die met die honkbaljek of weet ik veel wat er voor iets was. Die hebben we volgens mij niet meer gezien, dus dat vind ik een beetje verdacht. Maar ik ga de episode afsluiten. Ik hoop jullie in ieder geval morgen weer te zien bij het vervolg van deze serie. Dus tot morgen en houden we.